Wanderson, Lierse begint moeilijk aan de wedstrijd, maar ze lossen het nog heel goed op eigenlijk. En ook met een goede invalbeurt van jou, denk ik. Ja, natuurlijk was het... Hij wist op voorhand al dat het geen gemakkelijke wedstrijd ging worden. Maar ik denk met de ingesteldheid van de groep hebben we ons er bovenop gezet. Want die eerste helft was ook niet zo super. En ik heb denk ik wel mijn ding gedaan toen ik inviel. En de groep geholpen om de 3 punten te pakken in deze play-off 2. Ja, je leverde een mooie assist af en ook een mooi doelpunt. Kan je dat doelpunt nog even beschrijven voor de fans? Ik weet niet meer. Het kwam van de flank. Ik denk een voorzet van Farsi. En die ging voorbij Mario. En ik raakte die perfect in de linkerhoek. Dat was binnen. Ik veronderstelde dat het deugd deed dat je nog eens een doelpunt had gemaakt. Want dat was denk ik al van Cercle Brugge geleden, als ik mij niet vergis. Wat ging er door je hoofd na dat doelpunt dat je scoorde? Ik had gewoon niks in mijn hoofd. Ik dacht gewoon van ja, ik zal meejuichen en... het supportersfeer maken denk ik, met doelpunt. Ben je blij dat Lierse zijn laatste thuiswedstrijd toch nog heeft kunnen winnen? Want uiteindelijk het is altijd leuker om met een goede noot af te sluiten. Ja, tuurlijk. Het is altijd goed om het seizoen zo af te sluiten. Als je dan verliest thuis in de laatste wedstrijd, ga je natuurlijk met een slecht gevoel naar huis. En ik denk dat we vandaag het goed hebben gedaan om deze resultaat te halen hier bij ons thuis. Volgende week wacht nog de laatste wedstrijd op Gent. Wat verwacht je daar nog van? Ik denk toch dat we die 3 punten moeten halen. Ook al spelen wij buitenshuis. Denk ik toch dat wij met de ingesteldheid moeten gaan om te winnen. Dankjewel.